Ik ben Bram van Growth Inc. We zijn een organisatie die andere organisaties helpt om zich te positioneren in hun maatschappelijke context. Dat betekent hoe kunnen zij impact uitoefenen op bijvoorbeeld stakeholders zoals de overheid, de media, belangengroeperingen enzovoort. Wel, het is een ongelooflijk interessante avond geworden. Je merkt dat hier eigenlijk van onderuit de apotheken een duidelijk besef hebben dat als ze de toekomst van hun apotheek, van hun sector, niet zelf gaan vormgeven, dat ze hem zullen ondergaan, want er zijn heel wat bedreigingen die op die apotheken afkomen. Tegelijkertijd zien zij ook heel wat kansen. En het is bijzonder inspirerend om te zien hoe ze eigenlijk, omdat ze zelf skin in the game hebben, omdat ze zelf elke dag in die apotheek staan, ook wel degelijk weten waar hun sterktes liggen en hoe zij het verschil kunnen maken binnen dit en 5 jaar. Wel, de digitalisering is natuurlijk een belangrijke bedreiging die heel veel van die apotheken ondervinden, hè, omdat er online spelers zijn die druk uitoefenen op het businessmodel. Langs de andere kant zie je ook wel dat die apotheken heel goed beseffen dat de persoonlijke relatie die ze hebben met die patiënten, dat die ontzettend belangrijk is, dat dat ook de zorg die zij leveren ten goede komt, de therapietrouw aan de medicatie bijvoorbeeld ten goede komt. Dus op die manier kan die digitalisering voor hen zeer ondersteunend zijn, want ze kunnen op die manier die persoonlijke relatie veel beter gaan faciliteren. Ze zijn beter bereikbaar, ze zijn vlotter bereikbaar op uren dat ook niet iedereen werkt. Dus digitalisering kunnen ze op die manier zien als iets ondersteunend, iets dat hun werk beter maakt in plaats van louter als iets bedreigend. Wel, een van de grote kansen die zich aandient is eigenlijk om zich veel meer te gaan netwerken, te gaan associëren met elkaar als apotheken, waardoor je eigenlijk ook elke apotheek zich een stukje opnieuw kan gaan specialiseren. Dus door samen te werken en door krachten te bundelen, heb je een aantal schaalvoordelen die je weer wat armslag geven om veel specialistischer zorg te gaan verlenen aan de patiënten. Wel, die persoonlijke aanpak die is er eigenlijk vandaag al en die gaat bijzonder goed. En dat is eigenlijk de grote troef die heel veel patiënten, zoals u en ik, daarbij ervaren. Langs de andere kant kan het in de toekomst inderdaad beter, omdat mensen meer beschikbaarheid verwachten, ook buiten de kantooruren bijvoorbeeld. En dan kunnen zij eigenlijk echt wel een andere service gaan bieden. Als ze zich associëren met andere apotheken, gaan samenwerken, komen er eigenlijk middelen vrij om dat soort taken beter te gaan vervullen.